Voor CTEC hebben we hier een probleem opgelost waarbij een losput moest worden gemaakt onder een treinspoor dat in dienst bleef tot een diepte van ongeveer 7 meter. Dus de treinen komen toe op het spoor. Die zijn geladen met bulkgoederen in poedervorm. Ze rijden over de losput, stoppen daar wagon per wagon en ze lossen hun vracht langs de zijkanten van de wagon. Die vallen door een rooster beneden in de put op een transportband en worden door een andere transportband binnen in de loods gebracht. Met afzuiging van alle stoffen die dat er zouden vrijkomen tijdens het proces. Daarbij werden damplanken geslagen naast en onder het spoor en werd er ongeveer een 600 kuub onderwaterbeton gestort, omdat er ook geen bemaling mocht worden geplaatst. Omdat het spoor continu in dienst moest blijven, hebben wij tijdens de weekends en nachten gewerkt om het spoorverkeer altijd te kunnen laten doorgaan. Om de werken onder het spoor te kunnen uitvoeren, werd er een rooster geplaatst op de damwanden die dat daarnaast werden geslagen. Over die rooster kon de trein dan gaan en tijdens de werken in het weekend werd de rooster eraf gehaald. Dus die woog ongeveer een 22 ton. Deze werken werden uitgevoerd voor CTEC omdat zij een nieuwe klant hadden in de loods. Daarvoor werden ook een aantal herstellingswerken op de kaden uitgevoerd en binnen in de loods. Dus asfalt of frezen, putten vullen, zulke zaken. We hebben wel een paar problemen tegengekomen, maar ondanks dat hebben we onze krappe termijn toch gehaald. Tot grote tevredenheid van onze klant is de put op tijd klaargeraakt.